ma il treno chi l'avesse visto, vous aurez fait connaître une japonaise, elle avait une natte de maître, trois tapis de chasse, vous aurez vu, seulement sa natte d'un elle ne l'a vu. Dus Schubert, je moet dat opwingen. Ja, he. Dat gaat niet met een trick. Nee, dat is allemaal manueel. Manueel. Da. Schubert, hoe moet je dat zeggen? Dat is onder de rot. Dat is maar, 1910 pijntje. Heb je dat nog geweten? Ja. Als kind. Als we de kleine jongens waren, dan zal dat er los van me zijn. Ja, maar zei, je klapt wel stiefgoed Frans zijn, voor een Fransman. Ja. Nee? Je zegt dat ja. Als ik er toch in heen kom, dan kun je naar Vlaams gaan. Ga rest in Vlaams gaan. Hier in het Frans? Ja. Maar en vind je er nog? Ben ze allemaal dood. Dat is 100%. Hij nog Morten? Hij nog eens al Morten? Ja, de enige. Die is ook... Dat is het beste, dat we met ons in Vlaams slapen, hè, maar... Ja. Ik was een puur dat je gaat scholen. Hij dat weten? Ja. Hij pinnetjes had gekregen? Dat is zo te zagen, hè. Hij heeft wel een beetje een noek gesteken of het wat, hè. Ja. Maar je moet toch niet veel aan scholen, hè. Ik wist gewoon 6-7 jaar oud. Dan ben je 13 jaar kwam al tussen, toen was dat ook. Je moest werken. Ja. Bij de boer. Je moest nog werken bij de boer om een beetje hard te verdienen aan 13 jaar. Ja, patat met naam en alles. Jerry, waar heb je toen eigenlijk je Franse talen geleerd hier? Een beetje in de scholen of zo. Al gaan. Ja, want in het begin, als je naar school ging, kost je heel Frans? Niet, twee keer niet. Twee keer niet. Dat heb je alleen met de len. Nee, puis, dat was die nu dat ze hier de slam slapen. Maar nooit veel wedstrijd gehoord ook. Nee. Nee, maar ja, tot 13 jaar, ja, niet veel. Je kunt schrijven in Frans en lezen, want het is om mij al bij schrijven. Alsof we de fout me gewoon. Maar ik schreef het nooit. Ik telefoneer, dus ook als hij het antwoord ik nog een fout. Gebabberd heeft. Ja. En kan je Vlaams schrijven of lezen? Nee. Nee, want het had nooit geleerd, hè. Maar ik heb niet tot genoeg voor de aantallen. Ja. Dat is het beste van het leven. Ja, maar dat komt met Sander. Ja, kom met Sander. Hey, dat kan je wel, dat is aan de deur daar. Ja, maar. Jerry, wat ga je doen? Eén van de garage. Oké? Oei. Dat is een bron. Dat is hierachter? Ja, daar. Dat is hierachter op je koer? Ja. En dat is van het rest toch? Maar kijk, wat is er gebeurd? Hè? En dat is mijn auto. Dat was dat ding. Hoe naam is het? En nu die. Een Q3. Kortsluiting in auto. Ja, en die auto hebben we gedaan. En die vier kwam, nee, dat is allemaal. Kijk, altijd gaan hoe het was dat er nou. En hoe het de pompiers afkomen? Ja. En als ze het rap kunnen blussen? Maar de pompiers. Ze schreeuwen over de muur door de poort te garagen. Door de garagepoort toe. Maar ik had het al waarom. Het was niet meer honger. Erover kroepen op zitten. Ah ja, want dat is dat poort die. Had dat moeten zien in geen tus. Heel net bron op. Of s'nachts? Maar de garage door de kut allemaal garagebrand. Ja. Dus had eigenlijk nog chance had, maar je had nog chance. Ja. Dat is al de ene bron. Ah, dat stond in je garage? Ja, dat stond allemaal garage. En dat is allemaal weg? Allemaal weg. Je verzameling koffiepotten? Ja, dat is al. Dat is allemaal bron. En wanneer dat gebeurt? Dat zo van de het portret nog kunnen trekken? 4 jaar. Maar kom naar dus. Het was aan. Ik zei aan de Judy, nog toe, het trekt niet. En ik doe hem binnen, dat had ik al. Ik telefoneer naar jongen en vroeg tot erover. Maar ik zei, we moeten nog met de toren gaan rozen, dus dat wordt dan niet gehad. Ik zei, en trek niet en hij rust. En ik kijk nog, ik zei, 100 jaar branden, dat was er 4. Mooi.
Ik heb ons misschien lang dat moet gebeuren. Ik weet niet wat dat moet gebeuren, alleen moet ik uitraken. Ik weet niet wat hong ze met al die noten wat ik, dat zijn heel modern ook. Was dat een nieuwe noten? Ja, ja, dat was een zeer rot. Maar? Ja, een ding van particule, hoe is het? Maar? En dat brandde, of was het niet, voor de hoos of hoe gek kunnen. Wat was een noten op naft of op gasoline? Een diesel. Het was een diesel? Ja. Ja. Daar hoorde dat gebeurde, hè? Tot de woedzin er nog. Is dat nog gebeurd? Bij Audi? Bij Rikwaffer. Het is een filter de particule. Is de maar, ja. Dat is vier komt. Maar nu worden die dekkers dan die elektrische auto's? Dekkers bij hun brand? Auto's elektriek? Ah, kijk. Dat gebeurt nu ook, hè? Ze zijn het, ja. Zijn er ook dekkers in brand als gewoon? Dat was hem naast een elektrik. En toen had dat daar gebouwd? Ja, dat had dat heel verbouwd. Had dat verbouwd? Dat serage was het al verbouwd. Ja. Ja. Wat dat jammer dat een olie koffiepot was. Bij ons namen koffiepot. Ja. Ja. Jerry, ga ik het denken? Ja, op de gezondheid. Op de gezondheid en op... Voor de nieuwe meiden en Londen was ook geslecht. Ja, ja, ja. Onderhalaal. Nog zijn bij Naarzaven? Ja. Nog de brasserie? Ja, ja, die nieuwe brasserie. Ja. Heb je er op in geweest? Ja, dat kan ik heel vieren. Het is schoon, hè? Ja, je kunt op boom zitten. Boom. Ja. Je ziet er waar. Ja. Ik drink nog zo heen de dier of daar en over met de poort of zo. Ja, van zijn checks. Ja. Ja. Ik heb nog zo heen bij dat dus. Ja. Ja. En ze schreeuwen en ze doen hier. Als je er op in zit in een café, dat is zo'n geruchten. Wordt hij? Met de potters, ja. Ja, met de en wij spleten, ja. Daar ja. Groeit een café ja, ook, ja. Hè. Ja. 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 En de bijen, dat schreeuwen nog gemakkelijk, hè. Ja. Dat is een beetje... Ja. Vele boys. Ja, ja, maar... ja, ook, ja, als ze, ja, als ze met een hele bende... Ja, dat is een café, ja. Ja, tuurlijk, ja. Oké. Okay. Nu, Jerry heb je genomen, hè. Ja. Jerry, hè. Waar zit ik hier? Hier in de bijen, hè. In Baarn, hè. Ja. We zijn hier heel tegen de Marten, hè. Ja, heel je bent hier schoon, hè. Ja, ik zit hier wel. En is ik hier wel, hè? Ik zit niet bij een voorstel van hier. Ja. Leeft dat nog een beetje baar, hè? Ah, ja, het is hier assal dat tot. Ja. Maar ik ga niet meer, ik kan niet wel weg. Ja. Hij dus het van. Ik kan niet meer hoe lang al. En puis, dat is niet meer van dus een tijd ook, hè? Alles van wat ze doen. Nu? Die in sporen en al, dat is dat dan, hè? Ja. Ja. Voor mij. Ja. Maar ik vraag nog wat hij zit, Sherry? Ja, hoor. Zeg ik. Ik ga naar 89. 89. En je bent hier nog al alleen in huis? Ja. Nee? Want je vrouw is dood. Ze is dood van kanker. Ze was 10 jaar jonger weg. 10 jaar jonger? Ja. Ik ga naar jongen pakken. Ze gaan wel mijn zoutje nou goed komen. Maar... Ja. Dat, maar ze is toch ziek gekomen? Ze is die wel in. Want maar... kanker. Hè. Ja. Ze was niet goed als ze dood ging toen. Chester. Dat is jonker, hè? Ja. Ja, dat is die jonker. Als je daar zo lang mee waren. Ja. Hm? Ja, ik word niet ontscheept, hè. Ja. Ja, dat is nog jonker, hè. En ben je hier al lang in Bergen? 20 jaar. En van, ja, 20 jaar. En van waar is die afkomstig, hè? Ik, van Espoo. Van Espoo? Ja, van Espoo. Ik heb dat toen aan de matten nog. Ja. Ik heb 50 jaar nog met ze, toch? Ja? En we kolenmolen? We Goedwinkel. Ik heb van alles nog. Hoe noem je dat? Goedwinkel. Goedwinkel. Oude koffie, oude room en van alles. Kleerwinkel. Ja, zo. Modewinkel had hij altijd gezegd. Ik kan niet goed verstaan, maar ik snoek het. Ik heb toen een hond op de markt. En ik heb toen een ding overgenomen. Een epicerie. Een rood epicerie, drank en alles. Superlekker. Mooi. Zou je zeggen. En je rechtsboer? Ja, ja. Mooi. Ja, dat ook eerst zei je. En vandaag heb ik toen een café de Maak ook. Ik heb toen ook nog 12 jaar geweest. Heb je nog café om? Ja, 12 jaar. Ja. 16 jaar. Is het waar? Ja. Dat... Bestaat dat café nog? Ja, dat. Ja? Ja, zo'n café. Ja. Ik heb net foto. Kijk eens hier. Zo. Ziet het erop. En dan zie je het café. Je kent het verdaan, door.
Ah ja, dat bestaat nog. Ja, dat bestaat. Was het vroeger zo? Het was vroeger zo. Ik denk dat ik 8 jaar was zo. Ja. En hoe noemde die? Le Longchamp. Le Longchamp. Dat is in elke van een café. Als souvenirs, hè. Ah ja. Dat is het laatste dat je gedaan hebt, toen een café om. Ja, en tot wanneer heb je dat gedaan? Zo? Maar vervloerde wat dat? We hebben... Wacht even. Het is toen de euro ook inzij, het is toen de euro ook dat zijn. En toen rond het jaar 2000? Ja. Eh? Juist aan een ding toe kwam net. Nero. Ah ja, toen hij stopt. Ja. Toen hij zei het. Het is... Maar ja, ik heb het als je doet dat mijn vrouw ziek was. Hè. Ah ja, je vrouw was ziek, ja. Hij heeft veel souvenirs bewaard in Sherry. Oh ja, oké. Foto's en... Maar dat is een, hij van alles collectioneert, die zit een beetje zo. He. Ja. Je doet wel. Ja, je smit niet geld naar tot waar. Hij heeft hier een keer een ketter met reizen, ik dat gekocht. Draai ik in je boek? Zo. Ja, ketter met reizen, 1993. En toen, ja, toen was er alweer Frans. Het Vlaams beste tosti dat werd gewonnen. Al dode, het was Vlaams. Ja. Café, was dat juist een café of deed je nog winkel erbij? Café, tabak. Tabak. En Epicerie? Nou, nee. Hoe noem je dat nu? Spel, gratage en zulke best. Ja, ja, de lotto. Ja, lotto. Ja. Ja. En werden er ook dingen gedaan in het café? Spelen? Korten? Of... Nou ja, niet veel. Toen doet hij nog een sporters. En dat het toen te sleten, toen om één of twee tafels, maar dit was er veel. Hè. Ja. Dan nam je de ruimte door, nam het erop door. Kocht nog met zijn weg door. Ja, toch. Hij had het dat voor dat is goed. Hè. Ik kom uit kok, hoe ze dan de molden op. Maar hij nog gespeeld met dan? Ja, denk. Maar kan je nog gekocht of door worden om op te eten? In de Hallodroom? Ja. Achternaar? Ja. Ja. Dus ze verkochten dat in Achternaar. Ja. Ja, ja, nou gekocht. Ja. Dat is ook uit wat hij aan het wegblenden is. Ja, wat? Ja. Nee, weet ik niet. Het is een spoorlijke naam. Ja. Hey, Dobby, welkom. Ze doen ook de pijn lopen totdat ze er ween. Het is ook niet waar. Nee. Allee. De stiers ook, hè? De stiers ook. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Hoe noem je dat? Een koffiemolen. Koffiemolen. Ik weet daar niet wat zei in het Frans. Een moulincafé is dat in het Frans. Dat is er in Frans, maar. Ja. Waar zit er wel dat komt? In Espoor. In Espoor. Is er in Frans, maar eigenlijk... In het jaar 36. In het jaar 36. Maar dat was juist het aan de oorlog gelogen, hè. Ja. Ik heb op toen Dion zijn gekomen. Je weet dat nog? Ah ja, ja, waar. Ja. 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 En nog een toet van dat ze passeren. En dan, ja, ja. Ja. Ik heb dat ook het over toes. Ja. En we moeten toen maar een school om 6 euro worden. Hè. Ja? En mijn kust hier nooit Frans. Maar Frans alleen in de ren. Ja, hoe was dat eigenlijk, Sherry? Want hier klapt eigenlijk maar stiefgoed Frans in, hè? Je klapt goed Vlaams. Ja. Hoe komt dat hij zo goed Vlaams kunt? In de commercie, als dat Vlaams klapt. Ik heb de boeren lopen, ik heb van alles erop. Ik heb rond de zusters in. Ik heb beesten gekocht, ik heb van alles erop. Ik heb een klein bordje, alles erin. En je nodig bij het ene, je nodig je vader en moeder? Een klein afsteken. Van Victor, maar mijn vader is door op 32. Maar mijn moeder is alleen gebleven met 7 jongens. Met 7 jongens? Ja, het was toen hij naar de koosje nog niet, hè. Maar ik weet toen, hoe het dan gewoon het. Ze hadden 7 jongens, je moeder. Ja. En je vader is zo vroeg dood, hij zegt, ze zijn nooit daar trouw toen. Maar met 7 jongens, hij naar de koosje, gewoon ze moeten winnen. Ja. Het was een soort tijd. En je moeder heeft verder geboerd toen? Maar ze hebben dus op mijn hoofd al, maar op een klein nasje, een mullenasje. Hoe noemde je dat? Een mullenasje. Een mullenasje. Had hij een mul? Nee, het was... maar dat deed een mul had je ook. Een mulo? Ja, een mul. Een mul, hè? Een mul, één koe en één zonne boeren. Het is alles te los, hè. Ja. Het
was eigenlijk het was toen armoe. Ja, ja, en Steve Jong had vlucht, hè. Ja. Maar ja, nee. Wat ik op 14 jaar oud, vlucht ik al in de fabriek. Op 14 jaar? Ja, op 14 jaar. Ja, en ja, tussen je moeder klapte ze zich Vlaams? Ja, ja. Kuste ze Frans? Ja, ja. Maar mijn grootmoeder kunnen niet wel, hè. Ze kunnen die schreef nog niet. Ja. Ja. En is dat daardoor dat hij die Vlaamse talen nog zo goed had? Dat is wel blijven. Ja, omdat dat juist zei... Ik... En bij Klam denken ze, bij een jong kleine was, en we hebben zijn tijd Vlaams, maar niet verstoord. Ja. Omdat dat... Is hij heel Frans klaar, maar naar school ging? Ja, niet veel, hè. Want... Maar we waren toch... Steve Plot, hè. Ja, de dieltje dat we waren en al, heb je dat was... Het was wel zo een beetje, dat was ook met de sigaretten al, hè. Ja. Ah, ja, nee. Ja. Het zijn dus leensmoons. De dingste soldaten? Ja. En jij de leensmoons? Ja, maar dat is sigaretten. Ja. Maar ja, ik was niet te jong, hè. Ah ja. Maar ik heb dat een beetje wist dat zo stief te wisten. Ze kunnen het me niet goed doen. Is dat? Ja. Je was hier die heide weg. Ja, ja. Je moest er weg zien. Ja, straat lopen zo. Is dat? Ja. En is het nog zo'n liedje zo? Nee, ja, nee. Ik heb niet tussen. Is dat? Ja, ja. Want ja, ik zie dat je veel koffiepotten hebt en allemaal. Waar liggen die dat, die koffiemuls? Op de rommelmarkt. Dus je gaat nog Hassan regelmatig, of dikker ze keer, naar de rommelmarkt. Hassan. Nog Hassan op zoek achter koffiemuls. Nou ja, koffiemuls, zo liquid, hè. Hé, maar ik zie hierachter me stonden ook... Koffiepotten. En veel biscuits en al, dat is toch zonde, hè. Ja. Dus ja. Een beetje opgelopen en het is met bonen. Ik heb een rode kocht. Je kunt een oring bonen, René. Je van oringen? Ja, René bonen. En wat deed je? Een café om ook. In oringen? Ja, en hij deed veel een rommelmat. Ja, de verkochter als ik er met zijn kocht tegen hem. Ah ja. En biscuits, hè? Ja. Ja, nu vind ik dat niet meer op de rommelmat. Nee. Ja. Hoe lang is hij er al mee bezig, Sherry? Oh, 50 jaar, hè. 50 jaar? Ja. Dat is die twee kleins gekocht en daar weg gedaan. Die twee kleins. En waar kopie dat? He? Op een rommelmat. Op de rommelmat. Je moet dat met zich erop passen. Ja. En vind je nog van die dingen op de rommelmat? Enorlijk. He, vind je ze? Niet veel. En hier in Fransje? Ja. Ja. Dat is het broer dat de bakte is van De Beer. Raymond De Beer. Van Vespo. Waar is MS van Expo? Ja, maar dat is hier ouvrier de Frans. Dat is hier ook een schone schuiderie, hè? Ja, dat is van een grote tante. Ja. Ja, hij heeft veel schone dingen, hè? Dat hij niet ziet, dat is een pasje. Is dat pasje? Ja. Ja, en dat zijn ook de wienrozen. Van de Derbergen alleen. Een tapje. Voor wat was dat? En bij de Derbergen. Voor een druppel? Nee, wienrozen. Voor een rozen. Een tapje. Een tapje noemde hij dat? Ja, dat een tapje. Dat hij nog van dit dat hier bergen. Nee, van nog vroeger. Van nog vroeger? Ja. Zeg, Sherry, hou je lekker eens over te schrijven? Oh, 20 keer in de week. Toch? Ja. Hoe hou je het over te schrijven? Om vrezen te halen, als ik het best. Ja? Ja. Lekker. Ja. Ja. Op muziek. Ja, toch. Ga je ook een keer gaan eten nog zo op restaurant? Nee, het zijn gewoon moeilijk. Het is te dieren. Is dat zo, Sherry, dat in Belgiek dierder is of hier? Ja. Om op restaurant te gaan? Oh, ja. Is dat zo, hè? Ja, maar hier, kan ik hier nog vele restaurants rond de 20 euro, hè. Ja. Voor entree, ja. Dat doet. Ja. En in Belgiek, is dat er zo niet mee? En met dat bestel hebben we niet al gehoord, of de frietkots. Ja. Moet dat niet genoeg. Ja. Met zo'n handen, zoals een sissenhoofd, of wat dingen. Ja, dat is ook niet gezond, hè. Nee. Wat doet de rommel? De rommelmarkt ook in Belgiek? Ja, schone van Popering, is dat ook. Dat is heel schone. Popering, dat wil niet eerst mee, hè. Ja, dat is goed, hè. Ja. Was u dat ook? Ja, kan ook wel wijst. Dan kan je niet heen, kom. Wat kast je nog niet, Sherry? Kast je nog niet? Los die oren misschien. Had er nog, Sherry, op je naalden, om maar zo lang er rond te lopen? Ah, ja, had.
Dan gewoon met mijn... Met een chariot? Ja, met kleine chariot. Met een karretje zo. Voel je een beetje vast te doen? Dat karretje hebben we in mijn toeba. Ja. Dat was wel alleen. Ja. Ja. Maar ik heb net al een eventje daarmee komen, oftewel... Ah ja. Ja, we hadden dat best met 4 of 5 te houden. Ah ja. Maar in het om jongens gewoon, dan voelde dat de café in de muziek. Achter de café. We gingen met een autobus. En we moesten een hoofdpunt pakken. Ja. En dan greep ik 2 pakjes. Ja. En ik smeet een goede bakket van de autobus. Toen doe maar niet. Ja? Ja. En toen dus kwam een groep mee, ik kan de 2 meenemen. Is het waar? Ja, dat had ik gedaan. Toen bak ook. Ja. Ja. Dus je ging met een autobus eigenlijk? Ik had een gewis mee aan boord. Ja. Het was aan de rij, achter Ems. Ems? Mij had je goed gelukkig. En we zijn weer een keer op een avond pint en dronk. En ze hebben jullie vonden op mijn muziek van die langkamers, bij langgeslemd en zo. Ja. Ik weet dat ze dat wel doen. Ah, ja. En die hadden 3 aan het ouderen woord daar. Mijn medegene met Chalon. Ja. En nooit dat pak dat wist van de commissie? Nee, joh. Nee? Maar mijn paste denk ik op één dat ik geen pint te dronken. Is het waar? Ja. Ah ja. Dat is nu wel oplasten als ze nu niet meer willen. Ja. Het zijn geen commissie meer. Nee. Maar dit dus alleen, dat was ook zo. Je dronk een pintje ermee, dat ging alleen, maar nu heb je geen meer de pintje gehad. Nee, maak dat nou, je moet opletten. Elke keer een keer van troep, ja. Heb ik dan niet. Ik heb bij mij een oude mobilette van mijn schoonbroers. Heb je gewoon op dans al makelaar. En dan gewoon op troep kan die een oors doen. In troep? Ja, maar kan het onderhuizen. En de bus zo en een short of 2 in mijn sacoche. En in daar sacoche, ik had een mesje om zus te snijden. En ik ging op dans. Ik sneed boer zijn oor. En ik sleed de zus. Ja. En toen heeft het met zien dat er goed blijkt was. Voilà. Ja, maar ik heb zo bij. En zo heb je eigenlijk, je zit eigenlijk in een plank. Hij had toen, hij ging altijd geen haar om een auto te komen. Dat was toch, en niemand heeft een idee. Dat was niet nu, het wordt nog geprezen. En overal waren gewoon met die boeren. Ze kruisten met was juist te wijzen. Ze wisten het zelf benauwd, ze wisten dat niet een ander. Ik heb toen dat keer een liedje gehad, van de rode uur nog te zien. Het was eigenlijk het wel om je nog heen zag. Dus ja. Je deed zo wat werkjes, zo'n beetje van alles. Dan kuste Oostingen, Zweens, wat was dat? Zweens, ja, kastreren. Ja. Kastreren? Ja. Voor een liedje hout en een zoon. Ja, dat was toen 50 centimbroek voor de Zweedersteen. Nee. En dat dat scheurenbroek was, dat was dubbel. Een scheurenbroek, wat is dat? En die. Die in die. Een scheurenbroek, die hebben een grote groot hou in India. Hoe hoog zijn? Als ze strepen meekomen. Ja, ja. Een scheurenbroek nam je dat in Vlaams. Noemde je dat zo? En in Vlaams het en in die. Maar, en aan wie heb je dat al geleerd, als Wienskast? Een beetje van mezelf. Ja. Ik heb hier een boetje moesten snijden. Er zat een zoontje op dit te snijden. En met een probleem met een scheidlamme hadden we gehouden. Dat is nooit wat voor ze doen. Had dat eigenlijk al zelf geleerd? Ah ja. En Noors niet genoeg voor zeker? Nee, daarmee een klein beetje. En daarmee. En waar heb je in troep gezeten? In Algerië. Zie van die generatie die in Nazarie ja, heeft. Ja, en dan was met 4. Ja. 4 broers. Maar dat ze, als ze met wissel loopt. Dus. Ja. Nou ja, maar dat was toen 28 maanden. Hè. Ja. Het was al jaren kind tussen. Ja. En hoe lang heb je daar geweest in Nazarie? 14 maanden. 14 maanden. Ja. En ik was dat in. Ja. En heb je toen nog het worstel gezegd? Nee, ik ben tussenkomen en ik heb toen dat zeer bij hun een beetje gedaan en blijven ook. Ik kom uit wel nu. Ja. En in Algerie, kan je dat over zijn? Wat moest je er dat doen? Drinken. Moest je er dan niet een beetje walken en kijken? Ja, ja. En kijken of dat zo. Ja, water trekken. Nee, ik heb het gehad. Ja. Ja. Dus je zit... Met een jaar verloren en meer, hè. Ja. Ja. We dronken pint. Je geloofde van nooit meer weten. Je verveel je een beetje daar. Bij mooi naal uw haasten rikken, ja. Dat is het wel. Maar je leefde wel, je huilde dat, je mijn handen, je leefde ermee. Ja. Van het iedereen dat niet weet, dat het doorgeschoten was, of het wat dan ook. Ja.
Dat je leven dat zo is. Ja. En als we een liedje met je kieën, heb je hun commerce? Ik heb hun commerce, ja. Ik heb mijn noedermobilette. Mijn noedermobilette? Ja, ja. Ik heb daar rond daarheen in Tilburg om kalk te verkopen, om te doen op de stek. Voor de rust van het pad gelegen. En een beetje, ik heb daar vooral voor roket. Goed eten verkopen en zoet eten verkopen. En als ik hem achter die en als dan B-track naar door kwam, ik heb dat strooien gehad. Het is wat op het een als aan. En wanneer je vrouwen leren kennen? En hoe is ze leren? Ik ben 30 jaar oud. Was je op 30? Ja, zoals 10 jaar oud. Ja, zoals ik had nooit dat. Ja, ja. Was dat zo'n beetje. Ja. 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 Je, weet je nog hoe dat je vrouwen leren kennen? Ja, al vals. Voilà. Ja. Ik had naar Malta, dat zei je, en daar zei je gezegd. Mijn kopin zo geen valse zeggen. Je kunt het niet zeggen. Dan kan ik een valse brengen en bloem valse. Dat gebeurt tegen zich. Dus al valse, nee. Ja, al valse. Ja. Zoals hier al zes kappen. Dat is hier café ook. Ja? Ja, café en helletjesten. Ah, ze was van zes kappen. Ja. En klapte je vrouw ook Vlaams? Nee, maar ze verstocht het. Ze verstocht het. Ja. Dus met je vrouw heb je nooit geen Vlaams geklapt? Nee, nee. Nee. Ja, ja. Ja. Oftewel, als ik vrouwens klap, ze die antwoorden dit vrouwtje. Ja, ze verstonden het. Dat is dikke zo. Ja, dat is de, en dan nog een. Ja. 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 En waar je vrouwen die in kan, weet je nog, een verprochie? Of een buffer? Nee, Ekelsbeek. Voilà. Al dansen. Ja. Het was er een danssol in Ekelsbeek. Ja, dood. Weet je nog de namen van die danssol? Van Eck. Ja? Het was dat bij hem, van Eck. Dansen. Nee, je was bij mijn dansen en 20 was dat al, maar nu moet ik kijken, ze gaan maar mijn toren. En ze drinken en zoenen en ze rijden naar door in de auto. Het was ik beter vroeger. Hè. Is dat waar, Sherry? Vind je dat? Het was kalmer. Oh ja. Of wat? Of... Nee, ja, dat is het. Dat zei de leven niet meer. Is het waar, Sherry? Oh, vind je dat? Oh ja. Weet je wat? Ja, nu ze zijn met die droog en die atomen zeer erin en alles dat gebeurt erin, maar dat bestond niet op dat moment. Nee. Nee. We doen gewoon even veel aan de laatste in het buik. Ja. Ja. Dat is waar. Ja, maar kan ik op toen, aan de andere woord, zo brood worden met een norvel op een karre, op een remorke. Dat is hoe van de hele prachtje lagen. Met de karremessen? Ja, met de karremessen. Ja. Ja. En ze denken dat het spelen op zoeken, ze droegen dat met handen. Ja. En nu, dat orgelcafé nu... Is de IJssel. In IJssel, dat is ook zo, dat is van die familie. Dat is van die familie, want ze zijn al dood, hè. Ja. Ja, ze zijn al dood, het leeft er niemand meer, hè. De zoon is... De vrouw heeft dat overgenomen. Hou je erop met nog, Sherry? Het is dat niet meer... Is het waar? Ja. Niet zeggen. Maar bon. Ik heb niet één keer geweest. Ja. Want dit had ons half in de winter... Zelfs toch ook niet meer, hè? Nee, het zijn jonge meisjes. Het is al. Het zijn jongere meisjes. Het is een jonge meisje. Ja. Maar ja, maar het is toch goed dat dat weer open is, hè? Ja, het is goed. Nee? Want het is gewoon, hè? Hij zal het zien, ja, 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 ik ben er op een keer geweest. Ja. Je kunt dan ook eten. Periode van de COVID. Ja. Dat moet lastig geweest zijn, zeker van jou. Wat een, een moeilijke periode. Maar we wisten hoe we doen. Ja? Ja, ja. Want ze worden niet al zijn, hè? Nee, maar bon, je moet daar niet mee zijn, maar hier in Frankrijk worden ze wel stief streng, hè? Ja, tot ze storen of daarbij hebben ze een beetje afgemaakt bij Zoltenbach en Palavan. Zo is de plek, en Piet wordt het al zelfs gestoord. We moeten zeer de binnen, hè? Of ze meteen zelf op mijn vloog binnen, tot dat dan, hè? Dus eigenlijk, Sherry, het dat nu zegt, je ging eigenlijk een pint, ook een pint gaan drinken? Het waren cafés waar ik kusten had. Ja. Achter een paravan was, hè? Ja. Maar... Ja, maar die meisjes, dat zal likken. Ja, ze, maar je moest toch een formulier invullen, een blad invullen? Ah, joh, ja, met een man op de telefoon, hè? Moest dat was op de telefoon, hè? Ja. En als je nooit, als je toen, als je de gendarmerie, heb je daar nooit geen miserie mee had? Maar een plan, dat is nu een stenen. Ja. Ja. De meisjes gaan allemaal gaan. Heb je. Ja. Ik kom ook al daar op café zitten. Ja. Gewoon te doen, hè.
Jammer, jammer. Dat is nog niet... Dat ben je meer drinken of nu? Dat is nog niet lang alleen, hè? Nee. In de koffieperiode? Hey, ja, maar als je boven de 85 komt, gaat het eerder weg. Ja. Het zijn er al velen die weg zijn op die avond. Ja, hè? Maar zie je nog goed dan, hè, Jerry? Is het ook nog goed dat je nog? Met je winnaar kijken, ja. Genoeg je er wel in. Ja, is hij nog goed neten? Oh, ja. Dat zal stoppen. Is het waar? Oh, ik ben een bestek helemaal 400 gram en dat weet je. Ja, maar jammer, ja, ik kreeg veel energie en zo, hè? Ja. Als dan of ik kan eten, weet je, zijn dat gezond zit, hè? Ja, dan moet ik. Ik meug het al. Ja. Als dat boven weer zit, kijk, dat wacht me dicht. Dat is alweer 1882. Is dat de Marie van Bayern? Van mij, als het dat mogelijk is. Ah ja. Ik heb nooit in dat nog nooit iemand te zien zitten. Eerst. Trots heb ik dat ik goed. Het is ook een schone tekeningen, hè? Ja, dat kijk je dat is van jaar 1862. Ja. Het inaugureerde geweest. Ja. Ja, het is ook een schone. Heb je dat ook gevonden op de rommel, Martin? Ja. Ja. Want dat is gewoon een dienstarbeid. Ja. Maar ik zie het ook heen. Ja. En dat ding, wat is dat, Jerry? En dat was om mijn handen was. En dit. En dat is om in een café om mijn glazen. Voor de glazen? Voor de glazen? Ja. Dus ze deden dat water in dat bakje boven? Ja. Pompenwater? Ja, dat liep het om de hand te wassen, maar dat bedoelt goed. Ja. Dus ik zei dat als je er een beetje geloof in. Ja. Maar de jongen haast nu dat hij dan. Ja. 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 Dus je gelooft daarin een toontje? Ja. Een toontje zorgt dat hetgene dat ik kwijt zit weer vindt. Hé? Ja. Oké. Okay. Maar jongen zit hier ook in dood. Ik weet niet wat voor stof dat is, dat moet ook zijn. Ja, dat is gewoon. Zeg, Sherry, hier in Bergen zijn er niet veel mensen die nog Vlaams kunnen, zeker? Nee. Maar de helft van de meisjes kan ze niet meer goed komen. Het is al een loop volk wat toe komt. Is dat dus wat hier in Bergen? Nee, in Bergen toen die veel in Vlaming geweest. Ze zijn al door pink. Ja. Ze kunnen niet die veel in mijn Vlaams komen. Nee. En op café gehad met je maten of? Nee, Frans. Ja. Ja. Maar in de bijen zitten de maanden aan de mat, ze willen Belgen dat komt. Belgen? Ja. Ja. En de mensen kwamen Vlaams en ik had op de biezen gespreken in de conversatie of domein. Ja, domein. Maar ik klapte geen Vlaams. Is het waar, Sherry? Ja. Doe dat nog eerlijk, hè? Ah ja. En dan, ze zeiden, zeg, kan je hier Vlaams? Ja. Zijn de Veluwe, dat komt naar Bergen. Ja, die naar de markt komen. Ja. Wanneer is er hier markt? Maandag, ja. En als je het weer noord die nog Vlaams kunt, ga je de biegels, ga je beginnen? Ja. Je antwoord op het hond, dan ben je dus weg. Ja. Heb je ze klappen heen in de Bergen. Ja, en als we dat een Fransman Vlaams kunt, zijn dat geen. Ja. Mijn jongens worden. Nee, het waren vele Belgen hier eigenlijk. Dan kwam dan het jaar 14. He. Belgen? Ja. Die gevlucht? Die dan nog steen overgenomen naar hier. Ah ja. Maar dat klapte daar Vlaams. He. Ah ja. Ja. Is het eerste oorlog in de veel Belgen gevlucht van Frankrijk? Ja, en dan nog steen overgenomen. En dan van dat u daarmee Frans. Ah ja. Maar was dat zo vroeger, de boeren onder elkaar? Hè? Je hebt me dat er ook vertaald in het begin. Als je commerce deed, was dat nog veel in het Vlaams. Ah, ja. Was dat zo? Ja. Bij de boeren? Ja, veel. Of hetgene dat hier, jong commerce? Bij veel in Vlaams ook. Hè. Ja, in jong commerce. Ja. In je kleercommerce, ja. In de winkel bij je vrouw. Ja, maar dat toen zeer Vlaamsje kwam. Mijn vrouw deed altijd het Vlaamsje. Enfin, ze klapte die Vlaamsje. Ja. Maar in principe zei ik dat nog gemakkelijk in het Frans. In het Frans? Of ja, in Frans? Zelf al Vlaamschap. Al Vlaamschap, omdat die getallen zijn wel moeilijk. Ja.
Was hij blij nu, Jerry, van ik een liedje Vlaams te klappen? Met, maar ja, met mag zeggen, klap ik al dagen Vlaams. Ja, maar tegen wie? En bij gewoon een rechtsboer. Een rechtsboer? Ja. Met wie klap je dan nog? En bij met mijn zuster, mijn schoonbroer. Is het waar? Ja, ja, dus ik klap als een Vlaams. Is het waar? Ja. Je zuster wil nog een rechtsboer, ja, ja, en je schoonbroer? Ja. En die meisje klapt nog Vlaams? Ja, ja, ik klap als een Vlaams. Je doet nog geen. En toen je toch iemand ziet dat je weet dat je een beetje Vlaams kan, dat je neergekomen bent, je klapt Vlaams. Is het waar, Jerry? Ja. En kan je zeggen waarom je dat zo heren doet? Dat mag gebeuren. Nee. Is dat omdat dat je... Moet me zeggen dat dat je moedertaal is, die eerste taal die je geleerd hebt. Dat was Vlaams, hè. Mijn vader, hè, mijn moeder... Ja, maar in die tijd... Dan nam de doel dus bij je neer, ze kunnen stel geen Vlaams. Dat vond een beetje dubbel. Heel heel Vlaams. Had je nog die tijd dat weten, een rechtspoel, ja, ja. Dan de meisjes allemaal Vlaams, of veel het of Vlaams? Ja, ja. Dan twee keer ze zo, dan twee keer niet, dan kan ze wel Vlaams, ja. 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 Toen je woordje. Ja. En dus je grootmoeder, je grootmoeder? Ze kunnen geen Vlaams. Ze kunnen geen. En ze kunnen niet lezen of schrijven. Nee. Ja. En van wat was je grootmoeder? Waar is het er wereld dat komt? Van wat was hij? Maar dat is ja. Zo was hij van Nuschen bij. Van Nuschen? Ja. Maar. Ja. En toch? Maar ja, die meisjes waren dat gehoord. Ja. En als een bossen tegen ze mee in een kruisje. Dus ja, was dat zo? Ja, ja, ik kan het wel zien. Ik kan het zien dat de torens kwam, ik had mijn paar brieven en hield zijn handen en een kruisje. Dus ze kuste eigenlijk ook geen Frans, nee. Of ze versloeg geen Frans? Ja, maar nee, ze kunnen maar tot zeggen in Frans, ze zei ça, c'est ça. Dat die in het oude woord ook. Het was een Française van ja, Ouchem. Ja, 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 het was een Française. Dus hier nog, hier nog die periode meegemaakt. Ja, ja. Hij weet dat nog. Ja, want zijn er nog weinig, tot... zijn er nog weinig die dat kunnen vertalen. Ja, ja. Ja, die dat nog weinig. Ja, op toe. Ja. Jerry, ik ben blij dat je mij ontvangt met hier. Ja. Allee? En dat kan me gekomen. Tot dan nog een ja. Was je blij, Jerry, van een liedje Vlaams te komen? Ja, ja. Maar ja, het komt wel een beetje in zijn van over tin, hè. Ja. Hm? Ja, dat is ja. Wel. Oké. Okay. Allee. Nee. Tot dan nog een ja. Bedankt, hè. Tot dan nog eens, dat is Jerry.